Als ik een boek binnenkrijg, dan is het vaak een pakketje wat ik in een aparte ruimte openmaak. En dan kijk ik aan de binnenkant of er geen waterschade is geweest, of er geen sporen of vraatsporen zijn van dieren, of het niet ontzettend smerig is. Dus je doet eigenlijk een soort basisconditiecheck om te kijken of het wel veilig in een depot geplaatst kan worden. Omdat we natuurlijk willen dat de rest van de collectie beschermd blijft. Ik ben Marijke Hendricks en ik ben behoudsmedewerker bij de KB. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de preventieve conservering van de boeken. Wat ik eigenlijk het leukste vind is dat het heel veel verschillende taken zijn. Dus ik ben juist met heel veel verschillende dingen tegelijkertijd bezig. De collectie en het behouden daarvan, dat staat centraal aan alles wat ik doe. Dus dat is wel heel erg mooi. Dit gedeelte van mijn werk, dat zie je nooit. Juist als een boek er 100 jaar er precies hetzelfde uitziet, hebben wij ons werk ontzettend goed gedaan. We willen onze collectie beschermen voor de toekomst. We willen dat de boeken raadpleegbaar blijven. En het moment dat we eigenlijk niet meer controleren wat er binnenkomt, kan het zijn dat er een schimmeluitbraak is. Omdat een boek beschimmeld is en dat besmet andere boeken. Of omdat er dieren in de boeken zitten die vervolgens alle andere boeken op kunnen eten. Dus er zijn wel echt belangrijke risico's die we hiermee eigenlijk voor zijn. Omdat we willen dat onze collectie zo lang mogelijk raadpleegbaar is voor de toekomst. De boeken die krijgen een zuurvrije doos. En die dozen die worden persoonlijk op maat per boek gemaakt, zodat ze perfect passen. En de doos is eigenlijk een extra beschermingslaag, dus ze werken brandvertragend, watervertragend. En meestal krijgen alleen hele speciale boeken een doos, of als er losse elementen zijn. Dus niet alles krijgt een doos. Op die manier zorgen we goed voor onze collectie.